Oeh, worden jullie ook zo vrolijk van dit weertje? Oh, anders ik wel. Genieten. Hey, vandaag ben ik weer in Staphorst. En jullie vragen je al af, Staphorst weer? Daar had je toch al een keer een filmpje gemaakt? Dat klopt. Dat was toen bij Indoor Survival Staphorst. Zoals je achter me ziet, het is al lang niet meer alleen indoor. We zijn nu bij Family Fit. Check it out. Hey, zoals jullie misschien wel of niet weten, Family Fit, de eigenaar daarvan is Frans Musche. En ik heb super veel zin om vandaag een filmpje te maken met Frans Musche. Als jullie Frans niet kennen, check dan even zijn Instagram. Het is echt niet normaal wat die vent kan. Wat een beest. Sommigen van jullie kennen Frans misschien wel uit de survivorenwereld. Hij loopt actief MSR en hij klalt langzaam maar zeker de top 10 in. Hou hem in de gaten, voor je het weet staat hij op het podium. Maar Frans is niet alleen actief binnen de survivoren, maar ook binnen de OCR. En wat is OCR? Dat staat voor Obstacle Course Racing. Dat is de competitieve tak van de obstakelruns. Vergelijkbaar met survivoren, maar de hindernissen zijn nog wel heel specifiek en heel uniek. Vooral hier achter mij. Die rode rigs en zo, dat zijn OCR-specifieke hindernissen. En vandaag hoop ik samen met Frans een aantal techniekfilmpjes te maken voor dat soort OCR-specifieke hindernissen. Ik heb er heel veel zin in. Het is nog een beetje nieuw voor mij, dit soort hindernissen. Maar ik hoop dat we vandaag heel veel van Frans kunnen leren. Laten we hem eens opzoeken. Yo, Frans. Hey, daar is hij hoor. Hey, kerel. Ja, zeker. Yo, hier is dus Frans, de eigenaar van Family Fit. Frans, kun je eens wat vertellen over hoe die baan hier gegroeid is? Want 2 jaar geleden was ik hier en toen stond er al heel wat. Alleen, hij is flink uitgebreid. Vertel eens. Ja, in 2005 is begonnen met deze indoor survivalbaan. Iedereen verklaarde ons eigenlijk altijd gek. Maar inmiddels zijn we uitgegroeid tot de beste trainingslocatie van Nederland in 2016. Toen zijn we in 2016 ook buiten begonnen. Zoals je ziet op het filmpje, dat kom je straks allemaal wat tegen. We hebben de hindernissen van de OCR eigenlijk, we hebben survival hindernissen, we hebben Ninja Warrior hindernissen. De keuze is reuze, zeg ik altijd. Maar we laten jullie zo meteen alles zien, dus loop maar mee. We hebben een aantal super vette OCR techniekfilmpjes gefilmd, 4 om precies te zijn. Deze gaan binnenkort komen, dus hou ze in de gaten. Frans is echt een beest, echt zoals hij kan klimmen, kan ik het niet. Ik heb het even geprobeerd en ik haal meteen mijn hand open. Ik snap niet hoe hij het doet. Goed, Frans, dankjewel. Geen dank, ik zie jullie de volgende keer. Later. Later. En dan denk je nou, hoezo heeft hij al 2 keer een filmpje bij Frans gemaakt en 2 keer een filmpje bij Joey, maar nog niet bij ons? Nou, daar kun je verandering in brengen. Neem even contact met ons op, komen we ook naar jullie toe om een super vet filmpje te maken. Misschien wel technieken te doen die alleen maar bij jullie hangen en niet bij ons of ergens anders. We kunnen van elkaar een heleboel leren en er zijn nog veel meer supergoede atleten hier in Nederland. Dus neem gewoon even contact op.